Hey, kijkers van Theorie Foutloos. Goed dat je er weer bent. Wij, Theorie Foutloos, bereiden jou voor op het CBR Theorie-examen. Dit doen wij met onze online videocursus, op onze website en onze video's op YouTube. Joy gaat jullie vandaag helpen. Veel succes! De eerste vraag. Op welke rijstrook is de kans op aquaplaning het grootst? Kijk goed naar het bord. Op de rijstrook waar het meest gereden wordt is de kans op aquaplaning het grootst. Dit komt doordat de water op spoorvorming op de weg blijft liggen. En spoorvorming komt het meest voor op de rijstrook waar het meest gereden wordt. Op de middelste rijstrook rijdt het meeste verkeer. Dit komt omdat de spitsstrook meestal niet open is, alleen bij drukte. De middelste rijbaan is de meest rechte rijbaan en op de meest rechte rijbaan moet je in Nederland zoveel mogelijk op rijden. De volgende vraag. Wat is de wettelijke minimale profieldiepte van een band? De wettelijke minimale profieldiepte van een band is 1,6 mm. Gaan we door naar de volgende vraag. Mag u een tweewielige motorfiets met pech slepen? Nee, dit mag niet. Een tweewielig voertuig heeft geen evenwicht. Als jij op de fiets zit en geen snelheid meer hebt, zul je ook omvallen. Tenzij je je voet op de grond zet. Hey, jij daar. Goed bezig. Houd je concentratie vast. Dit waren de eerste drie CBR-examenvragen van onze video. Ik hoop dat het goed gaat. Laat het weten als er onduidelijkheden zijn. Dit kan in de reacties. We zullen op elke vraag reageren. Het zou super zijn als je de video nog even kan liken en als je op ons kanaal kan abonneren, als je dit nog niet gedaan had. Ik wil aan het einde van de video nog wat leuks vertellen. Tot zo! Het is 19 uur en je rijdt 105 km per uur. Mag dat? Kijk goed naar de borden. Het antwoord is ja. Om 19 uur en later mag je maximaal 120 km per uur rijden. Dus is 105 km per uur toegestaan. Een voorrangvraag. Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? We zien een politieauto, een militaire kolonne en een rode auto. Zorg dat je alle regels over deze voertuigen en over de voorrangsregels goed weet. Het juiste antwoord is antwoord 2. De militaire kolonne mag eerst, omdat de militaire kolonne van rechts komt. Daarna mag de politieauto, omdat rechts voorrang heeft, dus moet de rode auto wachten. Als laatst mag de rode auto. De volgende vraag. Van rechts komt een auto uit een uitrit. Moet je deze auto voor laten gaan? De auto komt uit een uitrit en een bestuurder die uit een uitrit komt, moet al het verkeer voor laten gaan. Dus nee, je hoeft de auto niet voor te laten gaan. Gaan we door naar de volgende vraag. Je rijdt in een auto met passagiers. Waar houd je rekening mee? Een langere remweg? Je kan minder hard rijden? Of je wordt als bestuurder snel afgeleid? Het juiste antwoord is antwoord 3. Passagiers in de auto zorgen voor afleiding. Je bent door bijvoorbeeld een gesprek minder geconcentreerd op de weg.
Hey, daar zijn we weer. We zijn bijna bij de laatste examenvraag aangekomen. Het doel dat we allemaal samen hebben is natuurlijk slagen voor ons autotheorie-examen. Bij ons ben je op de goede plek. Met onze online videocursus weten wij zeker dat je zal slagen. Slaag je toch niet, om wat voor reden dan ook, dan krijg je direct je geld teruggestort. Je hebt dus niks te verliezen. Ik zie je bij de cursus. Een kennisvraag. Kijk of dat je dit weet. Wat is een brommobiel, een bromfiets op 3 of 4 wielen, een gehandicapte voertuig of een motorvoertuig? Een brommobiel wordt gezien als een motorvoertuig. De volgende vraag. Waarover geeft dit lampje informatie? Waar lijkt de afbeelding het meest op? Dit lampje geeft informatie over het motormanagement. Je moet het gewoon uit je hoofd leren. Dit is een leuke vraag. Bij welk bord mag je niet keren? Wat denk jij? Het antwoord is antwoord 3. Bij beide borden mag je niet keren. Bord 1 geeft aan dat je rechtdoor moet rijden. Dit is een verplicht rijrichtingbord. Bord 2 geeft aan dat het hier verboden is om te keren. Dus bij bord 2 mag je ook niet keren. De volgende vraag. Even kijken of dat je dit begrijpt. Jij bent een rode auto. Sta je zo op de juiste plaats om voorrang te verlenen? Het antwoord is nee. Zo sta je niet goed. Een bus heeft een ruimere bocht nodig om af te slaan. De bus komt van rechts, dus moet je de bus voor laten gaan. Zorg dan dat je zoveel mogelijk naar rechts staat en een stuk naar achteren, zodat de bus de bocht makkelijk kan nemen. Hey, top dat je gekeken hebt naar onze video. We hebben vandaag weer een hoop geleerd, dus dat is super. We hopen je bij onze cursus te zien. Wil jij nog extra oefenen? Klik dan de link in de beschrijving en oefen gratis CBR examenvragen. Hier nog kort even al onze voordelen op een rij. We hebben een super hoog slagingspercentage, dus de kans dat jij slaagt is ook erg hoog. Slaag je toch niet? Krijg je direct je geld teruggestort. Je hebt dus niks te verliezen. Krijg individuele ondersteuning van onze experts op theoriegebied. En je kunt onze cursus al kopen vanaf €14,95. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de cursus te zien. Tot daar!